Als je kijkt naar de schatting van uh, de cijfers van de Kamer van Koophandel, zijn er per jaar 15.000 familiebedrijven bezig met uh, opvolging. In verschillende stadia. Bij de een uh, is het alleen nog maar een idee in het hoofd van één iemand. En uh, bij de andere is het een, uh, al wat langere tijd een onderwerp van gesprek en zijn er al adviseurs uh, bij betrokken. Uh, in die groep kunnen mensen zitten die worstelen met vragen die veel meer ingaan op het, uh, het emotionele stuk van dat verhaal. He, vragen als, van, doe ik er wel goed aan? Is dit wel het goede moment? En voor de mensen die overgaan dragen... Um, wat moet er van het bedrijf worden als ik uh, het losgelaten heb? En wat wordt mijn rol eigenlijk als ik het uh, losgelaten heb? Maar ook mensen die op kandidaat zijn om het over te nemen... hebben dan vragen als, uh, ben ik wel de goede voor deze taak? En uh, wat is mijn werkelijke motivatie? Doe ik het wel voor mezelf of doe ik het voor de familie of voor het bedrijf? Dat soort vragen die kunnen... Leiden tot onrust, onzekerheid, twijfels, die weer een heel vertragend effect kunnen hebben op het uiteindelijk nemen van de beslissing. Soms zelfs kan het leiden dat mensen de verkeerde beslissingen nemen omdat ze er niet uitkomen uit die vraag. Die soort mensen met dat soort vragen, die kan ik ondersteunen, omdat ik helder kan laten maken, ik kan laten zien wat de oorzaak is van die twijfel en die onzekerheid en wat we aan kunnen doen om die twijfel en onzekerheid weg te halen. Ten eerste, ik geloof dat de wereld sterke en gezonde familiebedrijven hard nodig heeft. En ten tweede, geloof ik dat alle familiebedrijven in staat zijn om op het moment van opvolging de juiste zakelijke financiële beslissing te nemen met behoud van familiebanden en relaties. De opvolging wordt dan een moment van kansen, van erkenning en van groei. En in de praktijk zie je natuurlijk helaas dat uh, regelmatig zijn opvolging helaas juist gepaard gaat met uh, verdriet, met pijn, onenigheid, uh, frustratie met alle soms verstrekkende gevolgen van dien. Het doet soms gewoon zeer als, als ik zie hoe een, een, een bedrijf dat met bloed, zweet en tranen, over de jaren heen, soms over generaties heen, opgebouwd is. Dan, dan plotseling te grabbel gegooid wordt of te gronden gaat, alleen omdat er niet voldoende aandacht is geschonken aan de onderliggende dynamieken. Dat is zonde en onnodig. Ik ben een ontwikkelaar van mensen en bedrijven puur zang. Ik heb meer dan 13.000 vlieguren als organisatieadviseur en heb Daarin ook talloze bedrijven ondersteund bij het nemen van strategische beslissingen. En wat mij daar wel in, in uh, opgevallen is dat soms veranderingen of beslissingen um, helemaal niet de impact of het effect hebben wat we van tevoren verwacht hadden. En dat het achteraf een soort um, schijnoplossing voor het verkeerde probleem of, of een symptoomoplossing veel meer uh, lijken te zijn. En dat er op de achtergrond iets meespeelt waarvan, uh, waar we niet precies de vinger op konden leggen. In 2005 ben ik in contact gekomen met het Systemisch Werk. En daarin heb ik me ook laten scholen tot specialist in het uitvoeren van organisatieopstellingen. En een organisatieopstelling is een uniek instrument. wat juist die factoren die op de achtergrond tegengas geven. helder kan maken. Waardoor je exact zicht krijgt op wat de juiste beslissing is. Dus ook als je kijkt naar familiebedrijven en de opvolging daarin. He, daar is sprake van de familie, van het bedrijf, van degene die de beslissing neemt, soms ook van de koude kant van de familie. En dat is allemaal met elkaar verweven. En dat, dat is een, 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 een complexe besluitvorming wordt dat, waarin je vaak de bomen door de bomen het bos niet meer kan zien. Nou, een opstelling is een, een perfect middel om, om die zaken dan te ontknopen. En Helder te laten zien wat er eventueel in de onderstroom speelt, dat eerst wel opgelost moet worden voordat er sprake kan zijn van een gezonde opvolging. En er is geen andere manier om uh, dat boven water te krijgen. Nou, weet je, als ik een, een, een mooi bedrijf uh, zie dat uh, voortgezet wordt. Door mensen met passie voor het bedrijf, met um, trouwe klanten, met uh, gezonde samenwerking en dat floreert en groter en sterker wordt en, en waar iedereen trots op is. En ik heb daar dan mijn bijdrage, bijdrage aan geleverd. Ja, dat is, uh, dan ben ik een gelukkig mens.